In Laos is het niet makkelijk om christen te zijn. De hoofdreligie in dit land is het boeddhisme. En christenen met een boeddhistische achtergrond worden gezien als verraders van de cultuur. Zij ervaren zware druk en ook fysiek geweld van hun eigen familie of lokale autoriteiten. Het is niet toegestaan om als christenen samen te komen. Dit moet dus in het diepste geheim. Open Doors werkt samen met lokale partners en verspreidt bijvoorbeeld christelijke materialen, geeft noodhulp of biedt juridische ondersteuning. Ook wordt het geloof van christenen versterkt door toerustingscursussen. Ik bid vandaag voor deze cursussen. Bid je mee om veiligheid, maar ook voor een gezegende uitwerkingen van de cursussen?